Hey, welkom bij de video. Mijn naam is Makkus de Plakkus de Derde. En vandaag zijn wij gewoon weer terug hier in Minecraft. En we zijn niet zomaar terug hier. Nee, het is niet zomaar weer, hey, we zijn terug. Nee, deze keer niet. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Nee, Henkie, die heeft twee maanden geleden, heel leuk, heeft hij een video gemaakt. Waarin hij dit huis hier gemaakt heeft. Helemaal top, helemaal leuk. Ziet er leuk uit, Henkie. Ziet er leuk uit. Goed gedaan, goed gedaan. Maar, wat ik dacht even leuk te doen. Hey Henkie, weet je, ik ga dat huis wel voor jou finishen. Het interieur moet nog gemaakt worden. Dat is nog helemaal leeg. Kijk, de leeg. Ik hoor een spider. Hallo? Oké, goodbye. Kunnen wij 10 likes halen? Oké, we beginnen met het interieur. We moeten even een goede vloer vinden. En ik denk dat deze eigenlijk echt perfect is daarvoor. Iol. Oh, godverdamme, wacht. Ik denk dat deze vloer fijn is voor Benkie binnen. I guess. Ja, het zal wel fijn zijn. Dan moeten die lampen mogen gone. En dan gaan we gewoon eerst even alles opvullen. Ik denk dat dat gewoon verstandig is, want overal zit dezelfde vloer. Oké, dat is het eerste gedeelte. De vloer ligt erin. Ik heb nieuwe dingen geplaatst. Kijk hoe cool dat eruit ziet, dat licht eruit komt zo. Maar ik heb de lantaarnpaaltjes neergezet. Dit zijn letterlijk torches. Als ik dit weghaal, deze texture packs zijn het gewoon letterlijk torches. Maar de vloer zit erin. Het is ook nacht aan het worden. Dat is ook helemaal kut. Maar goed, we gaan heel even in GTA, in Henkie's huis rondlopen. Even ronddwalen en wandelen. Om even te kijken hoe en wat, hoe we het allemaal gaan maken. Wow, GTA, wow, we zijn hier bij Henkie's huis. Oké, we hebben first of all, heeft Henkie, nou die vloerkleur die ik gekozen heb, die is op zich fijn. De woonkamer heeft een iets donkerdere vloer, dat is een beetje, ja, gewoon donker. Dit is ook wat lichter gewoon. We hebben hier het rommelhok, die heeft een blauwerige vloer, deze heeft een groenige vloer. Deze heeft een grijzige vloer volgens mij, ja. En dan heb je deze hele lelijke roze badkamer met... Hey, dit is echt een Henkie badkamer trouwens. Kijk, geen hoofd. Ik heb hier echt een of andere army guy gepakt. Wow, oké. Ik ga van alle screenshots maken, zodat ik het na kan bouwen. Oké, we zijn terug in Minecraft. Oké, ik heb heel veel screenshots gemaakt. Kijk, pa, 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 pa. Mooi, hè? Ik heb hier op mijn rechterscherm heb ik alles staan wat ik nodig heb. Het zijn net alsof Henkie... alsof Henkie's huis op Funda staat of zo, weet je. Zulke screenshots zijn het echt. Oké, het is een soort lichte muur. Wat er bij Henkie... Hij lijkt een beetje groenig, maar dat is denk ik gewoon de belichting. Nou, weet je welk Jotem en Totem blok ik gewoon ga gebruiken? We gebruiken gewoon dit blok. We gaan gewoon dit blok gebruiken hier. Dit is de kamer en dan kom je in een iets dunner gangetje terecht. En dit is ongeveer de breedte. Ja, dit is perfect. Dit is gewoon de hele breedte van de gang. Die gaan we gewoon helemaal vol pompen zo. Oké, nou kijk, dit is sowieso het rommelhok hier. Die kunnen we al... afbarricaderen. Oh god, wat gebeurt er? Hier, leuk. Rommelhok. En dan komt hier Royce's slaapkamer. De peasant, die wil natuurlijk zijn eigen slaapkamer hebben. Heel leuk. Hier komt gelijk Henkie's slaapkamer. Ook heel leuk. En dan in het midden precies de badkamer. Kan dit? Ik denk dat dit wel kan, Rijt. Hier heel mooi de woonkamerdeur. Dat is echt daadwerkelijk een deur. Alleen die houden we ook gewoon leuk open. En dan hier de keuken. Oké, we hebben de indeling gemaakt. Soort van. Nee, niet, want we moeten deze muren nog doen. Het begint te regenen. Dan zijn hier ook de indelingen gemaakt. Dit is Henkie's woonkamer. Sorry, die is echt groot trouwens hoor. Henkie's eetkamer. En dan hebben we hier Henkie's keuken. Dan hebben we hier Henkie's rommelhok. Dit klopt allemaal. Hier komt de Royce kamer. Nou, die gaan we ook hier zo. Die kunnen we niet zo heel groot maken. Royce's slaapkamer is veel groter dan dit. Die is echt veel groter dan dit. De badkamer die moet wel zoals dit. Dit is echt de perfecte grootte voor de badkamer. Maar ik denk dat ik het mismeten heb ik verkeerd gedaan aan Henkie's kamer. Want die is wel echt veel te groot. Die hoort helemaal niet zo groot te zijn. Maar dat is niet erg. It's fine. It is fine. Oké, dan hebben we als het goed is dit gedaan. Dan gaan we die deurtjes hier. Die zijn altijd een beetje rond. Net zoals die. Zo, dat klopt. Oké. Totally fine. Dan gaan we even wat lampjes nog meer toevoegen. Want het is nog steeds belachelijk donker hier overal. Hoe ziet het eruit als ze aan de muur hangen? Oh, dat ziet er fancy uit. Oh, Henkie, jij krijgt echt een mooi huis, jongen. Henkie mag echt blij zijn met mij. We kunnen nu legit al kamers gaan inrichten. We kunnen al beginnen. Oh, wacht, de vloeren. We gaan eerst de vloeren correct maken. We beginnen in de badkamer. En Henkie heeft voor some reason besloten een hele mooie groene
vloer te kiezen. Nou, weet je, Henkie, dat accepteren wij, want het is met Henkie, dus dan mag dat allemaal natuurlijk gewoon. Voor de rest heeft hij ook letterlijk de rest roze gemaakt. Dan heeft hij hier een heel mooi blauw kleed, zo. Plop, plop, hoppakee, leuk. Een bruine wc-bril. Mooi, Henkie, erg mooi. Zo, weet je, we gaan het gewoon even zo verder bouwen, want dan kunnen we het allemaal veel beter zien. Heeft hij hier een douche-railing, zo. En for some reason passen deze vensters daar heel mooi bij. Ik zit te kijken en er zijn zoveel items. Ik heb hier namelijk een koelkast te pakken. Dus ik vraag me af, hebben ze dan ook niet gewoon een wc of zo? Toilet, nee. Maar hier een fridge, moet je zien. Deze kan ik zo meteen gewoon legit hier gaan plaatsen. En heeft Henkie gewoon oprecht een koelkast. Ik vind het mooi geweest. Henkie's badkamer is helemaal done. Ik wil heel graag de keuken doen, want dat gaat er heel cool uitzien. Oké, Henkie's keuken. Die is heel mooi. Heel mooi, dat is het vooral gewoon. We gaan eerst, ik even, bah, dat is de keuken. Fancy, hè? Hele fancy keuken. Hier, Henkie, we kunnen gewoon letterlijk kasten maken. Ik vind het echt amazing. En we gaan hier zo, en dan de fridge, die komt hier. Het is geen, dat zijn niet eens mods, hè? Het is letterlijk gewoon een texture pack. Ik kan geen drol met dit. Het zijn letterlijk gewoon texture packs. Oké, dan deze trapdoor erbovenop, die laat het gewoon heel fancy lijken, zoals dit. Hebben we een, wat is het? Een oven. Oh mijn god, we do. We do. Het is gewoon letterlijk een... Oh, maar deze. Dit is perfect. Dit is gewoon Henkie's keuken. Dit is trouwens een magnetron. Dit moet het zijn. Het moet een oven zijn. Vertical slabs. Hell ja, dit zijn zijn kastjes. Zo, zijn kastjes hier. Hierboven komt nog een kastje. Wat mis ik nog meer? Zo, daar staan de magnetron. En op de magnetron staan ze nootmuskaatkoekjes. Maar ik denk niet dat ik die kan plaatsen. Deze kastjes zijn oprecht mooier hier. Als ik niet dat het achtermuur kapot maak. Henkie's kastjes zitten namelijk ook dicht. En op deze kastjes kan ik gewoon daadwerkelijk leukere dingen plaatsen. Snow. Nee, dit vertegenwoordigt de gootsteen. In een itemframe. Ja, kijk, daar is hij. De klok. Henkie's klokje staat er. Nou, dit is oprecht al een beetje Henkie's huis. Dit is oprecht... Er moet alleen nog wat troep staan en zo. Maar dat krijg ik niet voor elkaar. Want ik kan op die kastjes kan ik niet echt iets plaatsen volgens mij. Oh, kijk. Oh! Ja, dit is perfect. Dit soort onzin gewoon. Oké, weet je, ik vind de keuken mooi geweest. We gaan naar het volgende gedeelte van Henkie's huis. En dat is de eetkamer, I guess. Ja, we gaan een eetkamer maken. Eerst is het een donkere vloer. Dus dan gaan we dark oak wood gebruiken. Oké, nou, het regent weer. Wat een verrassing. Eerst hè, een tafel plaatsen. En gelukkig kunnen wij dat gewoon met dit doen. Zo, dit is precies waar die tafel staat. Hij is zo groot, denk ik, laten we zeggen. Dan lag er hier nog een gekleurd kleedje, maar die hebben we niet, dus we doen wel gewoon deze. Hij is best groot en hij ligt zo. Je hebt zelfs een gaming PC. Oh, wat een basic gedaan. Je kan zelfs een computertje kan je plaatsen. Wat leuk. Oh, dat is echt oprecht heel leuk. Oké, woonkamer zie ik ook wel eens dan. Dit is ook wel mooi zo in Henkie's huis nu. Dan de... Oh, dit is de eetkamer trouwens. Nu de woonkamer. Oké, first of all, de woonkamervloer, die is helemaal perfect. De woonkamervloer, die is perfect. Het enige wat even moet is een kleedje hier. Er moet een stoel hier. Nou, we kunnen geen dingen plaatsen, maar ik weet dat het een witte stoel is. Die kan dan hier zo staan. Nou, eentje verder zelfs hier. En dan maken we er zo seintjes op aan de zijkant. Zo, bim. Bam, nou, dit is Henkie's lekkere chillstoel. Ik had hem al gezien. Kijk, daar is hij. Het is gewoon een tv. Hoe amazing is dat? En we kunnen het helaas niet in de hoekje doen. Dus ik ga even kijken hoe we die gaan plaatsen. Ik denk dat dit het beste is. Meer keuze heb ik niet. Zo, zo. Dan hebben we die tafeltjes weer nodig, want hier komt ook een tafeltje, zo. Perfect. Perfect. Kijk, dit is perfect. Henkie's ding, dit kunnen we nu. En dan slaps er bovenop. Kan dat? Oh mijn god, zeg maar dat dit kan. Het is een open haartje wat hier zit. Het is een open haartje, maar hoe ga ik die ooit maken? Wat is het überhaupt? Oh, dit zijn shulkerboxes. Ah. Oh, nou zo, dit is open haartje. Hoppakee, leuk. Dit is de bank. Maar dat dit lukt, vind ik echt funny. Nou, moet je zien, dat is toch leuk? Hier weer een kissie, hier een kissie. Ik weet dat hier een ventilator staat in de hoek. Maar die kunnen we absoluut niet plaatsen, want die bestaat dus ook gewoon niet. Wat logisch is. Kan ik die gewoon... Ik ga die gewoon op de grond plaatsen. Henkie heeft gewoon zijn bordjes laten vallen. Zo, Henkie heeft zijn bordjes gewoon laten vallen. Heel leuk. Oké, dus zie ik Henkie's woonkamer ook wel eens dan. Hier begint hij altijd. Dan rent hij altijd hier lekker heen om zijn nootmuskaatkoekjes te eten. Dan heb je hier zijn rommelhok. Royce's slaapkamer, de badkamer, die is af. En dan heb ik echt heel weinig dingen gebruikt. Als in, omdat ik hier nog niet eens wist dat je die gekke shit had. Dat ik daarom al heb gebruikt. Dus ik ga misschien deze nog verbeteren. Ik weet het niet. Maar we gaan in ieder geval eerst even Henkie's kamer maken. Oké, dit is Henkie's bed. Dat vind ik helemaal fijn. We kunnen niet veel verder mee, iets mee doen. Dan gaan we zijn nachtkastjes even maken. Dan heeft hij hier een hele mooie kast staan zo. Hier, dit is Henkie's spiegel. Heel mooi, heel jotsam, heel leuk. Een keer vooral echt...
ja, heel veel troep op zijn kamer. Ik zit ook eens naar rechts te kijken, want daar heb ik alles staan. En ik vind Henkies kamer zo eigenlijk wel mooi. Het is zo wel mooi, toch, Henkies kamer? Ja. Badkamer. Nou, Royce's slaapkamer. Die hebben we heel leuk hier. En dat is mainly gewoon een bed en een kast. Maar ja, het is veel te klein, heb ik het allemaal gemaakt. Ik weet het. Maar dat maakt niet uit. Hier is zijn bed zo. Heel Jotem en Totem leuk tegen de muur aan. Dan hier nog een tafeltje. Zo, heel leuk. Kan je langs lopen half. Niet echt. Zo, bloemetje is een boompje. En de vloer was groen. Waarom is de vloer hier ook groen? Henkie, wat doe jij met jouw huis? Barricaderen we het af zo. Oh, en dat werkt natuurlijk allemaal niet zo soepel, weet je. Oh, dat is zo stom dat alles verdwijnt. En dan als laatste. Het laatste hier is het rommelhok van Henkie. En dat is... Bam, deze kamer. En daar zijn de vloeren ook gewoon grijs. En daar ligt letterlijk gewoon rommel in. Zo, het rommelhok van Henkie is ook af. En dan kunnen deze lampen weg. En dan gaan we even kijken of we elk stom lampje wat overal telkens stond ook weg hebben gehaald. Ja, maar het is wel heel donker. Dus wat voor lamps hebben we nog meer? Lamp. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het oprecht. Wat hoor ik telkens? Wat is dat voor veel? Ik ga een zwaard pakken, wacht. Hoe komen jullie hier? What happened? Volgens mij bliksemde het net en dan spannen die dingen wel eens. Bliksemde. Nou, stormde het net en met, als het dus bliksemt, dan spannen die dingen wel eens. What the hell? Wat weird. Jongens, als het goed is heb ik Henkies huis afgemaakt. We gaan even met shaders gaan we het bekijken. Nou hoor, daar zijn we. We gaan met F1 gaan we naar binnen. En bam! Het is nog veel te donker. Oké, poging 2. We gaan nog een keer naar binnen. We hebben hier nu als je binnenkomt, meer licht. En er staat gewoon een beetje troep met een lichtknopje en zo. En oh, wat raar. Oké, wat hebben we allemaal hier? We hebben hier nu Henkies huis. Heel leuk met de spiegel. Die niet te zien is. Dan hebben we de... Wat hebben we nog meer? Ja, gewoon... Jullie hebben het gezien. Ik heb het gebouwd. Henkies bed hier. Leuk. Zo, troepjes op de grond. En wie is zijn woonkamertje waar hij altijd lekker zit. Hier gaat hij altijd documentaires kijken. Zijn kacheltje, zijn open haard, wat is het? Hier zit hij altijd ook wel eens te chillen. Hier staat altijd de ventilator, maar die staat er niet. Hier kan hij lekker eten. Hij heeft bordjes natuurlijk op de grond laten liggen, want ja, dat is Henkie, hè. Hier kan hij zitten. Kissies nog meer. Zijn keuken, die vind ik heel leuk gelukt. Die keuken, die vind ik oprecht echt heel leuk gelukt. Met zijn koelkastjes, zijn spulletjes, zijn oventje, magnetron. Muskaatkoekjes. Een kast hier en zo. Nou, het rommelhok met rommel. Dan Royce's slaapkamer, heel leuk. Dan de badkamer, echt top. Echt heel mooi gemaakt, die badkamer. En that's it. Ik vind het oprecht heel leuk gelukt. Henkies huis, wat is het goed gelukt. Dat verbaast me echt. Ik vind die boom vind ik ook echt amazing hier. Hij is gewoon af, jongens. Hij is gewoon af, Henkies huis. De tuin en alles. John Peter, die kan hier lekker slapen in de tuin. Als hebben jullie de aflevering gedaan? Jullie hebben de aflevering vast wel gezien hiervoor dat Henkie dit ging maken. Maar ik zou zeggen, doe maar even een duimpje omhoog. Een dimpie wimpie. Comment even als jullie willen dat ik gewoon die hele fucking straat ga maken. Dat zou echt een klus worden. Als ik die complete straat hier ga maken. Dus dat de hele weg hier zo heen. En de weg daarheen dan. En de buurhuizen. Maar die ga ik dan niet het interieur maken. Ik ga alleen interieur maken. Net zoals dat je in GTA zou kunnen maken. Dus dit is ook in GTA interieur. Ja, that's it. Jotem. Vonden jullie dat nou leuk? Abonneer dan maar eventjes, we hebben bijna 80.000 abonnees. En dan voor de rest, spreek ik jullie later. Glaasje water, we tellen allemaal even tot 4. 1, 2, 3, 4. En een flesje bier. Tot de volgende keer.